deze nieuwe video. Ik ga vandaag 3 Instagram lip art looks namaken. Ik heb laatst een video geplaatst waarin ik Instagram filters heb nagemaakt, maar dan met make-up. En ik dacht, het is misschien ook leuk om dat concept te gaan doen, maar dan met lip art. Qua lip art ben ik nog wel een beetje een nieuweling. Ik ben er echt net mee begonnen. Ik heb er al wel een aantal gemaakt en op mijn Instagram geplaatst. Ik zal ze ook even hier in beeld brengen. Ik heb er wel echt pas 3 gemaakt. Het is moeilijker dan dat je denkt, want je lippen zijn niet gewoon een platte oppervlakte. Dus het is best wel een gedoe. En het is moeilijker dan dat ik dacht dat het zou zijn. Maar het is me toch gelukt. En ik vind ze echt wel goed gelukt. Dus ik dacht, ik ga ze ook maken hier op mijn YouTube kanaal. En dan kunnen we zien hoe dat eruit gaat zien. Als je nog meer van dit soort looks wilt zien. Make-up looks, lip art looks, dat soort dingen. Ik post elke dag op mijn Instagram leuke make-up looks en zo. Dus volg me ook daar als je dat nog niet hebt gedaan. Dus ja, we gaan snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Klik ook op het belletje naast te abonneren om meldingen te krijgen als ik mijn video's upload. Dat zijn 4 in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik hoop dat niet iedereen te veel is afgeleid door mijn heftige ooglook. Deze look heb ik ook gemaakt in een YouTube video. Als hij al online staat, dan breng ik hem hier in beeld. Als hij nog niet online staat, dan komt hij er binnenkort aan. Wat heb ik op mijn lippen? Want dat vraagt altijd iedereen. Ik heb een matte liquid lipstick op van de Hema B collectie. En ik heb een lipgloss op van Elf, de Jelly Pop Juicy Gloss. Dus deze combo heb ik nou op mijn lippen. En die gaan we er natuurlijk afhalen, want we gaan lip art creëren op mijn lippen. Oh my god. Oké, ik heb dus op Instagram 3 leuke lip arts gevonden en ik dacht, ik ga die namaken. Dit hier wordt de lip art waar ik mee ga beginnen. Het is vrij simpele lip art, maar het is een beetje alsof de lipstick zo vervaagt. Alsof je helemaal zo eraf gaat of zo, als je snapt wat ik bedoel. En het is gewoon een zwarte matte liquid lipstick, die heb ik ook. Dus deze look ga ik proberen te creëren. Dus we gaan even inzoomen op mijn gezicht om alles iets beter te kunnen zien. We zijn ingezoomd en ik heb de lipstick van mijn lippen afgehaald. Oké, de look is dus eigenlijk gewoon 1 zwarte liquid lipstick. Ik heb er hier eentje van Jeffree Star Cosmetics. Deze is gewoon zwart. En deze kleur heet Weirdo. Er gaat echt geen enkele video voorbij waarin ik niet iets laat vallen of bijna laat vallen. Deze liquid lipstick heet Weirdo en is echt gewoon een zwarte kleur. Ik weet niet zo goed hoe ik dat ga doen, dat het helemaal zo, ja, zo weg verdwijnt of zo. Maar ik ga beginnen met in ieder geval de helft van mijn lip goed zwart te maken. Nou, dit ging goed. Ik denk als ik zo naar de foto kijk dat ik het gewoon een beetje ga doen met een klein kwastje. Ik heb hier een heel klein kwastje en dan pak ik gewoon steeds een beetje van de zwarte liquid lipstick. En dan ga ik gewoon zo van die dingetjes creëren. Ik denk dat ik het op die manier ga doen. Het lijkt een beetje op een zwarte pantervacht of zo. Wat vinden we ervan? Ik vind die op Instagram beter gelukt dan die van mij, maar oké. Nou, dit ben ik naast de foto. Ik denk dat het op zich best wel is gelukt. I think. Wat vinden we ervan? Ik vind het wel een beetje panter vibes krijgen. Alsof ik een zwarte pantervacht heb gemaakt of zo. We gaan verder met lip art nummer 2. Die wordt iets moeilijker. Ik moet zeggen, die van net ging niet zo goed. Ik vond hem niet zo mooi als hoe dat meisje op Instagram het had gedaan. Dus ik hoop dat de andere 2 beter gaan. Die ik nu ga maken is een stuk meer vrolijk. Ik breng hem even hier in beeld. Het zijn bloemetjeslippen. Dus ja, dit is iets meer vrolijk. En ik denk dat deze, tenminste ik hoop dat deze beter gaat lukken. Dus we will see. Ik ga weer beginnen met een matte liquid lipstick. Ik gebruik een matte liquid lipstick van Kat Von D Beauty. En ik heb hier de kleur Lolita. Oké, die zit. Ik heb lekker een beetje overlined, zodat ik iets vollere lippen heb. Want de meeste van de meiden op Instagram die lip art doen, hebben hele mooie grote volle lippen, omdat ze lipfillers gebruiken. En dan hebben ze lekker veel lipoppervlakte om dingen te creëren. Ik heb geen lipfillers. Dit zijn gewoon mijn natural lippen, dus ik doe er alles aan om ze toch net iets voller te maken als dat kan. Al heb ik wel geluk dat ik al vrij volle lippen heb. Zij gebruikt voor de bloemetjes wit, geel en een beetje groen. Alle 3 die kleuren heb ik van NYX Cosmetics, de Liquid Eyeliners. Een gele kleur, een groene kleur en een witte kleur. Dus hiermee ga ik proberen de bloemetjes te creëren. Ik hoop dat het goed gaat, jongens. Oh my god. Ik ga beginnen met de witte en dan ga ik de blaadjes creëren. Nou, 1 blaadje is gelukt. Het lijkt meer op een ster dan een bloem. Oh my god. Oké, dan ga ik in met de groene kleur. Ik vind het echt meer gewoon een ster dan een bloem. Ik ga het eraf halen en ik ga gewoon overnieuw beginnen. Oké, dit ging
iets beter. Ik ben nog niet heel blij, maar het is ook mijn eerste keer, dus ik ga de rest ook creëren. Nou, ik heb wel echt de niet makkelijkste lipart dingen gekozen. Ik kan mijn lippen niet goed bewegen, dus ik kan niet goed praten nou. Maar dit is dus de lipart met de bloemetjes. Ik vind die op Instagram staat toch iets beter gelukt dan die van mij. Maar het is echt moeilijk. Het is echt niet makkelijk om die blaadjes zo dun te krijgen en perfect en zo. Dus ja, ik heb mijn best gedaan en I like it. Let me know wat je ervan vindt. Ik wil lachen, maar ik ben bang dat ik dan de bloemen opreek en ik moet nog de foto maken. Dus ja, dit is het dan. Dan gaan we verder naar lip art 3. Oké, de laatste wordt denk ik de moeilijkste. Dit is de derde. Het is een beetje een vis met schubben op mijn lippen. Dit maakt me maar wel een beetje zenuwachtig, want die andere twee leken de makkelijkste. En die waren al best moeilijk. Laat staan deze dus. Ik ga mijn best doen om dit te recreëren op mijn lippen. Ze begint echt met een zwarte lijn te maken om de lippen heen. En dan hier zo die visstaartjes te creëren. Ik gebruik hiervoor een zwart oogpotloodje van Pixie. Dit is de Endless Silky Eye Pen in black. De enige blauwe matte liquid lipstick die ik heb is van AOA Studio. Dit is een matte liquid lipstick en er staat verder geen kleur op, dus ja. En dan wilde ik hem iets donkerder gaan maken met de Jeffree Star Cosmetics zwarte matte liquid lipstick die ik net ook heb gebruikt. Dus ik ga ze een beetje mixen. Oké, nou dat is gedaan. Dit ziet er echt grappig uit. Dan zie ik dat ze een soort van holographic blauwe kleurtjes op de lippen aanbrengt. Ook schaduwkleurtjes. Ik heb van de Easy Paris van de Only You collectie deze Deep Dive Eyeshadow Palette. Echt een fijn oogschaduwpaletje is dit. Dit is een nieuwe collectie van de Only You lijn. De Only You lijn is de make-up lijn echt van de Easy Paris. En zoals je kunt zien heeft hij hier allemaal van die mooie glanzende blauwe kleurtjes. Dus die wil ik dan gebruiken. Ik ga beginnen met de glanzende kleur hier. Die heet Got Hooked. En die breng ik gewoon een beetje zo aan. Oh wauw, dat is echt prachtig. Dan pak ik de donkere blauwe glanzende kleur. Die heet Sting Gray Supervision. En die breng ik een beetje in de hoeken aan om een soort van 3D effect te creëren. En dan pak ik deze hele mooie beetje aqua lichtblauwe glanzende kleur. Die heet Take a Dive. Oh nee, Take a Dip heet die. En die breng ik nog in het midden aan. Dit is een hele heftige kleur. Ik heb al een look gemaakt met dit paletje. Staat op mijn Instagram. Ik breng hem in beeld. Het is echt een mooi paletje. I love it. En deze kleur is echt heftig. De batterij van mijn laptop is bijna leeg. En dat gebeurt echt nooit. Ik ben hier al zo lang aan het filmen. Oh my god. En dan pak ik weer de kleur Got Hooked. En die kleur breng ik dan ook aan hier zo. Nu komt het moeilijkste gedeelte en dat zijn de schubben. Daarvoor gebruik ik weer mijn zwarte liquid lipstick en deze mini kwastje. En dan ga ik de schubben creëren. Hopelijk gaat dit goed. Wens me succes. Ook al heb ik de video al gemaakt als jullie dit zien. Maar wens me maar alsnog succes. Wow, dit ging echt goed. Had ik niet verwacht. Wat ik dan ook nog doe is dat ik een zwarte lijn maak om de visjes en over mijn hele lippen. En dan is het klaar. Ook deze look is weer niet zo goed geworden als die meid op Instagram. Het ging allemaal niet zo goed vandaag jongens, maar ja, yeah, whatever. Het is wat het is. Ik heb nou vislipjes. Dit is het dan vergeleken met die van Instagram. Ja, die is wel een tikkietje mooier, maar ik heb mijn best gedaan.
Nou, dat waren dan de 3 lip art looks. Het was moeilijker dan dat ik dacht. Ik dacht al wel, het wordt niet makkelijk en een beetje moeilijk. Maar het was nog moeilijker. Dus ik heb echt mijn best gedaan. Zoals ik ook al zei in de intro, ik ben nog een beetje een newbie qua lip art. Ik ben echt nog een beetje een amateur. Ik ben nog aan het oefenen. Maar ik vond het wel heel leuk om ze alle 3 te maken. Laat me weten wat jouw fave was. Ik vond ze alle 3 even leuk. Ik heb niet echt per se een fave. Al vond ik die zwarte in het begin vond ik wel heel leuk. En natuurlijk, als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know beneden in de reacties. Als je nog een leuk video idee hebt voor mij, ik hoor het heel graag, want ik ben altijd op zoek naar leuke video ideeën, aangezien ik er 4 in de week post. Dus ja. En natuurlijk hoop ik dat jullie hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om makkelijk te kunnen abonneren en helemaal gratis. En dan hoop ik jullie allemaal weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!